Hey, welkom weer bij een nieuw filmpje van Beer Brothers. Waar ik de vorige keer nog een lekker pilsner had uit Oeganda, is het deze keer een ander reisbiertje geworden. En een reisbiertje bedoel ik daarmee, iemand die op reis is en op reis denkt, weet je, ik neem een biertje mee voor Maté. Altijd goed natuurlijk. In dit geval Marcel en Frederik. En laten we heel eerlijk zijn, Marcel en Frederik, dit is al, nou misschien wel de vierde, vijfde vakantie, ik weet niet. Echt al heel lang als we op vakantie gaan, dan nemen ze een biertje van me mee. Wat ik natuurlijk echt super tof vind, want op die manier krijg je toch steeds weer andere biertjes die je gewoon zomaar kan ontdekken. In dit geval waren Marcel en Frederik, waren ze in Luxemburg. Ja, Luxemburg, vlakbij België. Toch ook wel een tikje Frans. Kijk, is het Belgisch, dan moet het goed komen. En Frans bier, nee, weet ik niet. Dus Luxemburgs bier, ik weet het niet. Maar we gaan het gewoon ontdekken. Super tof. Dus Marcel en Frederik, super tof weer. Echt hartstikke bedankt. In dit geval is het deze geworden. Een Klausel, hoe je het ook uitspreekt. Een Klausel Monk. Het is in ieder geval Bière d'Abdij, of hoe je het ook in het Frans zegt, dus abdijbier. Staat ook opgemaakt in Luxemburg en ik denk eerlijk gezegd, als ik een beetje zo peil, dat dit waarschijnlijk een beetje een blond is op Belgische leest. Dat haal ik een beetje uit de ingrediënten, water, gerstemout, maar ook nou, natuurlijk hop, gist, kruiden. En uiteindelijk is dat toch wel een beetje de ingrediënten voor een mooi blond bier. Maar uiteindelijk is dan toch altijd de vraag, nou met 6,2% is dat dan niet gewoon een Belgisch bier? Een Belgisch blond. Laten we gaan ontdekken. Na gisteren op de fles heb ik er ook mijn beste Frans uit weten te halen. We beginnen in ieder geval met de kleur. Nou, de kleur is een beetje, nou, hoe zullen we dat zeggen, oranje, bijna bruin, amber. Lijkt me een beetje een amberkleur. Hij heeft ook wel in ieder geval iets troebels, dat kun je zien. En nou, maar op zich een goede schuimlaag. En de schuimkraag is in ieder geval stabiel. En zeker voor lokale bier wil dat nog wel eens een beetje twijfelachtig zijn. Maar deze die staat in ieder geval mooi. Dus op zich vind ik hem in ieder geval heel erg mooi. De geur. Kruidigheid. Die kruidigheid komt er heel erg sterk uit. En het is dan volgens mij iets van koriander, sinaasappelachtig. Dan kan ik ook een beetje de fruitigheid, ja, sinaasappelachtig. In ieder geval. Ja, een beetje die geur. Hij ruikt op zich best goed. Eerlijk gezegd, ik ben nog even niet super enthousiast, maar goed, het zegt niet alles, hè. Maar nog maar even proberen, want uiteindelijk, de proeven, daar gaat het om. Wauw, het is verrassend. Er zit een hele andere soort kruidigheid in dan dat ik had verwacht. Misschien wel wat koriander, misschien wel wat sinaasappelschil, maar het heeft ook een beetje iets weg van, ik weet niet zo goed hoe je dat noemt, laurier. Er zit een beetje iets laurierigs in. Een beetje dat dropachtige. Kan natuurlijk van de hop komen. Kan van de kruidigheid zijn. Er zijn verschillende dingen waar het vandaan kan komen. Maar dat maakt hem wel verrassend. En eerlijk gezegd, de volheid is heel erg lekker en nou ja, dat dacht ik net al en ik zit nu toch nog eventjes goed te kijken, maar ik zie ook inderdaad dat er ook tarwe in zit, net als met Weizen. En die volheid maakt hem heel lekker, de kruidigheid, een beetje dat korianderachtige, maar ook wel een beetje dat laurierachtige. Dat is wel verrassend en ik vind het eigenlijk wel lekker. Het is niet helemaal een standaard Belgisch blond, eerlijk gezegd. Het is wel, er zitten wel echt wel wat van die kenmerken in. Maar er zit een bepaalde twist in die ik wel echt heel erg tof vind. En ik moet zeggen, hij is eigenlijk gewoon heel erg goed gelukt. Dus, nou ja, sowieso natuurlijk Marcel en Frederik. Ja, thanks weer, want mooi bier. Je hebt gewoon mooi bier meegenomen. Ik ben er echt blij mee.
Nou, uiteindelijk, er zullen straks ongetwijfeld mensen naar Luxemburg op vakantie gaan. Of er doorheen komen. Nou, mocht je dan dus uiteindelijk de Klausel Monk tegenkomen. Met dat mooie leeuwtje en die mooie pij. Ik zou hem gewoon even meenemen. Is het het beste bier wat je ooit hebt gedronken? Nee, maar je hebt wel echt een lekker bier. En het is toch leuk dat je dan, of van je vakantiebestemming, of als je er gewoon doorheen gereden bent, net even een biertje uit een ander land hebt. En nou ja, dat is in dit geval in ieder geval een lekker bier. En is dat toch maar mooi weer gelukt. Ik vind hem in ieder geval heel erg fijn. Ik ga hem gewoon nog even met smaak opdrinken. Dus Marcel Frederik, nou, volgens mij inmiddels voor de derde keer, maar toch bedankt. En ik zou zeggen, tot een volgende keer weer.